Zo, welkom weer op het eiland Deskem Zwolle. Namens Kasper, we spelen weer eens Rollercoaster 3. We hebben dit nu allemaal gemaakt, deel hiervoor. En wij willen hier wat gaan opvullingen gaan plaatsen. Mensen lopen nu wel allemaal al over die lege paden heen. Dat vind ik dan wel een dingetje weer. En we zeiden dat het een één pad werd, dan kan het er gewoon twee van maken hoor, geen probleem. Maar dan moeten we hier zo meteen wel even bankjes en zo gaan neerzetten, want anders komt dat niet goed. Dan heb ik hier wel een klein stukje. Zouden daar eventueel een junior arbeid? Junior achtbaan zijn op zich dus heel groot. Junior achtbaan kun je ook met middel van een kettinglift rond. Je hoeft niet altijd rechtdoor te gaan met kettinglift. Je kunt gewoon over toe door middel van een bocht. Laten we dat maar gaan doen. Hier komt dus een klein dingetje voor de jeugd, zal ik maar zeggen. En hier gewoon een klein junior achtbaantje. Dus dat hou ook eventjes de houten in de gaten, want ik denk dat de houten achtbaan, dat die te intens is. Ik moet er wel even een beetje op letten. We kunnen dan gewoon een simpele serie achtbaan maken. Of, nou, je weet het wel. Ik denk dat dit gewoon genoeg is nemen hoor. Tussentijd begint mijn stoel ligt nu al bijna aan de andere kant van het balkon. En ligt kijk je nou serieus nog niet meer rond, joh. Oké, dat is vreemd. Dan weer zo'n ding te gaan nemen. Kijk, het is nog niet zo slim dan denk ik. Ik zou ook gewoon kunnen zeggen dat hier een soort kleine kidsfood komt. Kan natuurlijk ook. Daar maak ik gewoon een soort golf van. Wat? Maak ik hier gewoon wat kleine, simpele attracties. Deze. De schotels. Ja, maar dat is niet echt een ding wat. Dan moet je daarna helemaal een soort thema aan maken hier. Ruimtevaart of zo. Maar niet. Gewoon lekker simpel. Niet te moeilijk. We hebben één. Kijk hoor. 10 kopjes. Helemaal leuk. Ja, zo. En doen we hier dan de uitgang. Doen we hier dat pad dan ook een beetje zo. Speels. Doen we dan hier dan nog weer. Bortie? Nou. Dan gaan we daar dan die kant op. Of we gaan eerst die kant op. Die kant op. Wat hier nou nut van is, maar. Wel iets heel kleins of zo. Ruimteringen misschien wel, of een spiraalglijbaan. Dat die eentje verder hangt, dat kan wel. Een boer laten. Ik heb net een boer gelaten. Zo. Donderd hier, binnenkort dondert hier gewoon alles hier uit elkaar. Ik heb een deur. Er zit zo'n haakje aan, die is losgebroken. Maar ik moet even die. Wat even, een momentje. Ja, want dat mijn buren dit heel erg leuk gaan vinden. Zijn mijn buren was maar nou weer op vakantie volgens mij. Vaak zijn die buren. Kijk, laat ik het dus een beetje zo doen.
Doen we hier dan de ingang, doen we daar de uitgang. Hou ook daarna weer gelijk die kant op. Leuk. Dat is zo een beetje speels. En dan, ja, ik heb het gevoel dat het harder begint te waaien of zo. Nu lijkt het wel. Wel gelijk mijn hoofdje. Want ik ben bang namelijk dat bezoek me niet bij Disco 1. Nog steeds niet. Is dat nog steeds, is dat nog problemen met die disco? Ik snap het niet hoor. Ik heb nog steeds problemen met die disco. Hoe kan dit toch? Dat ga ik eens oplossen. Ik hou maar gezeur met die disco. Nog steeds. Ah, even wat doen. Pad even weg. Nu kan ook niet weg, zie ik. Nou, let op. Dan ga ik het eerst even egaliseren. Dit is allemaal geëgaliseerd. Ik snap het niet. Ik snap nog steeds niet wat hier nou het probleem is hoor. Disco, die staat er eigenlijk al vanaf het begin. Maar ik heb vanaf het begin al problemen met die disco. Nog een keer, nieuwe poort. Maak hem hier zo. Hier de ingang. Ja. Want hier komt al. Wat? Nou is hij wel goed. Ja, ik snap het niet hoor. Open dat ding. En we hebben de disco. Draait nu ook. Dan gaan we verder met de Kids World. Oftewel, hier komt nog wat kinderactiviteiten. Dus mijn stoel is nu alweer bij de balkon opgeschoven. Fijn. Dit is ook nog, hè? Disco's. Leeuw is ook nog die. 0G trampoline. Voor iets van ruimteringen volgens mij. Ik heb hier nog spookachtig. Die Wild West trampolines. Die zijn altijd wel een trek trouwens, die trampolines. Ik doe het gewoon een keer zo. Hier de ingang. Daar de uitgang. Maar dat pad gaat dan daar weer af. Moet je daar nou nooit zoveel van maken. Zoveel wachtrijen, want gewoon zo. Gaan ze urenlang in de rij te wachten. Dan ga ik altijd hier een wachtrij creëren van één blokje. Nooit meer. Tip op flip. Wordt er al iets met die houten achtbaan al iets mee gedaan? Ja, mensen gaan al in. De woed is wel in. Echt. Hoeveel betaal je voor dan? 1 euro. Oké. Ik krijg zelfs geld, ja. Oké, duidelijk. Hier nog ruimte nog voor nog een attractie. Ja, zo zeggen, maak weer een zwembad. Dat gaan we niet doen, want ik heb al eerder een zwembad een keer gebouwd. Ik ga niet nog een keer zo wat bouwen. Dit is erg groot. Het moet eigenlijk wel een rustige attractie zijn. Zo'n schommelschip vind ik wel leuk. Hartstikke mooi. Goed.
Nou, mooi man. Dus dan komen we allemaal weer klaar. Dan maken we hier nog het pad. Trekken we hier het pad door zo. En dan trekken we hier het pad door. Nou, fijn. Dus de kids speelruimte is ook klaar. We hebben hier nog een ruimte. Voor nog iets. Ja, we moeten alles ook nog gaan thematiseren, zie ik. Dus dat wordt ook nog een dingetje. Alle palen moeten nog lantaarnpalen voorzien geworden. En we moeten ook nog natuurlijk de prullenbakjes plaatsen. Wat groen komen nog. Maar dat ga ik denk ik doen in het volgende deel weer. Kids World is nu klaar. Alleen, wat me opvalt is dat er eigenlijk bijna tot geen kip hier komt. Het zit allemaal daar. Nu zwemmen dan 7 mensen in het park en het zit allemaal nu daar lekker op en neer te gaan. Dat is toch een beetje vreemd. Zullen we een rondje gaan doen nog even met de Ranger? Nou, een kort rondje nog doen met de Ranger. Ik vind het hartstikke mooi. Mensen, dit was het weer voor nu. Ik ga nu stoppen. Vergeet niet even om te abonneren. Dit was het eiland weer. We zien elkaar weer bij een nieuwe video hier op Tesco Zolle. Doei!